Alright boys, welkom terug bij Forza Horizon 5. En vandaag gaan we weer verder met onze rally expansion. En in de laatste episode toen hebben we deze auto unlocked. Dit is een van de gekke... Ja, wat is het? Rally... Hoe noem je dit? Het is een soort buggy, I guess, right? Rally, buggy, dingetje. Dit is de Casey Curry Racing Jeep of zo. Maar hier gaan we vandaag mee aan de slag. En dat komt goed uit, want we hebben hier recht voor ons een nieuw event. En dat is deze. En hier gaan we gelijk mee aan de slag. Ik weet niet of we die rally gaan doen of gewoon de race variant. Want ik denk niet dat deze auto fijn gaat zijn voor rally. Want hij voelt gigantisch traag. Ik heb letterlijk 3 meter gereden. En dat was gelijk al een verkeerde eerste indruk. Dus misschien dat het meevalt als je helemaal rijdt. Maar we gaan het proberen. Het wordt gelukkig ook weer een beetje licht. Het was net pikken donker. Maar ja, hij is niet snel. Dat kun je nou ook wel merken. Dus ik denk dat we eerst beginnen met die gewone race. En dan zou ik later altijd nog de rally versie kunnen doen. Misschien dat we... Oh! Ah! Prachtige landing. 10 out of 10. Niks aan de hand. Ik bedoel, hij kan wel op zijn bandjes terecht. Dus dat is iets. Maar we kunnen zo meteen ook nog wat andere nieuwe auto's gaan proberen. Of nieuwe. Gewoon andere. We zien het wel. We kijken wat op ons pad komt, jongens. Ben ik nou gek? Of lijkt dat letterlijk een gezichtje op die auto? Dat lijkt letterlijk op een gezichtje. Van die rode lippen. Maar ja, we gaan beginnen dus met gewoon een race. Dat is deze. En we pakken dus onze nieuwe Trophy Jeep. En dit ding heeft 850 pk. Dat was niet te merken. Dit was de Winter Curry nog wat. Dus volgens mij is dit de enige auto in de game van dit merk. In ieder geval die ik heb. Ik weet niet of het misschien nog een andere is. Want kijk, al die trucks lijken op elkaar. Ik kan ze niet echt uit elkaar halen. Maar volgens mij is dit de enige. En oeh, dat was een lekkere bocht. Oké. Vliegt er hier toch al gelijk een hele hoop voorbij. Wat ik niet had verwacht. Kijk, dit soort voertuigen rijden sowieso al voor geen meter. Al moet ik zeggen, volgens mij die auto die voor mij rijdt van Rens. Dat is die in Battle Royale zit, right? Die is wel nice. Daar valt niks van te zeggen. Dat ding is sick. En ook die auto die daarvoor rijdt. Maar dat is... Dat vind ik niet echt hetzelfde. Ik merk ook dat ze behoorlijk snel zijn. Ik heb moeite om ze bij te houden. Oh. Remmen. Ah! Trailcat is dat, right? De Jeep Trailcat. Die zijn ook heerlijk. Maar ik vind dat toch wat anders. Dat kan je niet vergelijken. En... Oeh. Ik snij een stuk van de baan af. Geen probleem. Vierde plaats, derde plaats. Podiumplekje. Oké, generaal Rens gaat eraan. Die zal moeten aftreden. Dan ben ik vervolgens de generaal. En dan gaan we over op Maple. Die eerst rijdt. Ik meen, dat zeg ik wel zo mooi, maar ik ga er steeds achter Rens. Rens! Ik kan er gewoon niet langskomen, man. Het is behoorlijk irritant dat ik continu met tweede versnelling zit. En zelfs dan heb ik het idee dat ik terug moet schakelen naar mijn 1. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet echt... Oh. Oh my god! Ze duwen elkaar van de weg af. Prachtig. Ik zet hem er ook lomp langs hoor, daar niet van. Maar nee. Ze duwen elkaar. Ja. Eerste plaats is bemachtigd. Nog 20% te gaan. Maar nee, deze auto ga ik 100% niet gebruiken van rally. 100% niet. Want het rijdt echt, het rijdt als een boot, jongen. Nee, dit is geen boot, het is een tanker. De enige manier om deze bochten te nemen is letterlijk mijn handrem te gebruiken. Anders stuurt hij niet. Ik moet gewoon mijn handrem gebruiken om hem een beetje aan te slingeren. En dit is de eindsprint die we hier hebben. Kijk, boys. Ja. Maar conclusie? Pak deze auto niet. Doe het jezelf niet aan. Nee. Hey, ik heb een achievement. Ik hoor het geluidje. Ik zie alleen niks. Ik kan even kijken wat we moeten doen voor dit event. Oh, die hebben we bijna gedaan. De level 8. En dan 8 races winnen. En hierbij was dat volgens mij... Ja, ook 8 en 8 races. Misschien hebben we nou gewoon weer een normale street race gaan doen. Dat is nog niet zo'n gek idee. Oh! We mogen beginnen aan een nieuw team. Kijk eens aan. Nieuw team ready to unlock. Ramiro. En we hebben nog een cadeautje bij Alex. Maar de Night Rally. Nou, dan weten we waar we mee aan de slag kunnen. Dat is mooi.
Wait, is dat een driftzone? Daar hebben we het laatste keer over gehad. Dat waarschijnlijk deze map best wel goed zou kunnen zijn voor drifting. Omdat je zoveel van die mooie bochten hebt. Al is dat volgens mij een off-road gedeelte waar we nou ingaan. Dus ik weet niet in hoeverre dat echt wenselijk is. We kunnen even kijken. Oh! Niks aan de hand. Rol door. Hoppatee. Oké. Hier is een bordje. Kijk eens aan. 4 van de 30. Dit is trouwens wel een vet voertuig om te zien, dit. Wait, ik heb een auto. Ik heb letterlijk maar 1 event gedaan daar. Oké, ik wist dat we de Quattro konden krijgen bij dit team. Maar ik heb hem al gekregen. Waarschijnlijk omdat we die eerste race gewonnen hebben. Maar ik kon die prijs nog niet krijgen, omdat ik dit team nog niet had unlocked. Alright, nou ja, we pakken in ieder geval de Quattro erbij. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Dat is mooi. Alright. Kijk, legendary. Dat is hij ook wel echt hoor, legendary. Zo'n fantastisch dikke bak. Moet je zien, man. They don't make him like this no more. Oh, dat is gedaan. Ik ben eigenlijk benieuwd. Zit hier al die launch control op? Yep. Maar nog niet die anti-lag. Dat merk je ook wel. Maar we gaan eens naar die driftzone. We kunnen ook met deze auto proberen te driften. Ik zou niet weten waarom niet. Door het water heen. Ik wil eigenlijk ook nog kijken hier bij... Volgens mij heb je hier een dragstrip of een vliegveld. Even kijken wat dat precies is, want die zijn we nog niet geweest. Wat? Oh, wat is dit? Dit is... Ja, wat is dit? Kan dit een vliegveld of iets zijn? Yes, er staan letterlijk 2 vliegtuigen. Wel, antwoord op onze vraag. Bonk. Het zijn wel kleine vliegtuigjes. Oké, we gaan eens even kijken of we hier... een beetje een leuke sprint kunnen doen. En deze auto is nou niet super snel, want je mist toch een beetje de upgrades. Maar hij is ook zeker niet traag. Kijk maar. 230. Kish. Wow. Turn right en turn left. En doe een koprol. En je bent er bijna. En dit is inderdaad een off-road baan, wat ik al zei. Dat vermoeden had ik al. Ja, deze auto heeft waarschijnlijk iets te weinig power in de lage versnellingen. Om hier een beetje te driften, ja. Hij is ook all-wheel drive, dus we hebben echt meer power nodig om dit een beetje te doen. Ja, dit was 3 keer niks. Dit was 3 keer niks. Waarschijnlijk 1 ster. Veel meer verdien ik ook niet. 2 sterren. Oké, nou ja, in ieder geval geen 3. Ik wil dan nog wel een keer terugkomen met een volledig geüpgrade auto. En misschien dat we dat eerst ook even doen. Welk level is hij nu? Hij is nou 827. S1. Hij voelt niet als een S1. Oh, we hebben weer een nieuwe driftzone. Kijk. Oh, nog een ander event. Weet je wat we doen? Aangezien we dan toch in de buurt zijn, doe ik wel eerst even dat event hiernaast. En dan ben ik wel later nog wel wat met deze auto aan doen. Hey, Viva Piñata! Nummer 17. En hier is onze nieuwe race. Tierras Verdes of zo? Ik heb geen idee hoe het uitspreekt. Maar we gaan wel deelnemen. Het is donker en het is nat. De perfecte combinatie. En ik heb ook niet van die rallylampen erop zitten. Zou op zich ook wel handig zijn, nou, dat ik iets meer kan zien. Al ben ik wel blij dat de helikopter mee vliegt. Die hangt boven ons. Oh mijn god, waarom lijkt de auto nou ineens zoveel sneller? Dude, net was je niet zo snel. Of wel? What the hell? Hij voelt ineens zoveel sneller dan net in free roam. Dat is crazy. Dat zal dan toch weer het feit zijn dat die banen zo smal zijn. Daar hebben we het laatst ook over gehad. Onze eerste splitgate. Oeh, 2,5 seconden achterstand. Ah, dat is foute boel. Dat is foute boel. En weet je wat het is? Het feit dat dit nachtraces zijn maakt eigenlijk geen hol uit. Omdat je dus die helikopter boven je hoofd hebt.
Ik heb wel het idee dat misschien deze races moeilijker zijn. Zou op zich nog niet zo gek zijn. Wow, we hebben gewoon letterlijk die 2,5 seconden achterstand. Hebben we weer ingelopen. En nou eerste. Maar we zitten de helft van de baan. Het is wel een vette baan. Vette race. Vette ervaring. I like it. Auw. Oeh, weer een nieuwe splitgate. Hoe staat het er nu voor? Nog steeds eerste, 1,5 seconde voorsprong. Nu, dit is wel echt bizar. Van gelijk een knijterdikke achterstand. Naar een leuke voorsprong. Oké, okay, we hebben een jump. Ergens, dat was geen jump. Medium left en crest en medium right en bleh. Volgens mij zijn we bijna op het einde. We zitten op 90%. 2,5 seconden voorsprong. Ja, ik geloof niet dat we dit dan nog gaan verliezen. Ik had echt verwacht net dat dit een hele lastige race zou zijn. Omdat we gelijk al 2,5 seconden achter stonden. Maar niets is minder waar. En ook dit ziet er weer zo sick uit. Gewoon over die finish heen springen. Is plaats. En het scheelde toch maar weer net 2 seconden ongeveer. Dus 1 slechte bocht en we hadden het verpest. Maar het zijn wel spannende races. Weer een driftzone. Misschien hebben we nou gewoon een driftauto gaan pakken. En lekker een beetje een paar driftzones gaan proberen. Ik denk dat we dat eens gaan doen. Ja. Weet je wat ik doe? Ik kan ook gelijk hier even die auto wisselen. Ik pak gelijk even mijn favoriete driftauto erbij. En dat is natuurlijk mijn Supra MK4. Die is heerlijk. En ik zou op zich ook wel wat anders kunnen proberen. Maar laten we eerst daar eens even mee beginnen. Gaan we wat driftzones proberen. Zagen jullie wat ik zag? Kijk, dit kan ook wel een leuke auto zijn om binnenkort mee te gaan rijden. De Safari Rally Tribute. Die gaan wij de volgende video waarschijnlijk even proberen. Dat is wel een leuke. Ik zou ook willen zeggen dat ik die nog nooit heb gebruikt. Dus een beter moment kunnen we niet bedenken dan deze DLC. We moeten minstens 1 ster kunnen halen op deze driftzone. Nou, ik zou willen zeggen dat het wel moet gaan lukken met deze auto. Over het algemeen zijn die driftzones ook best wel makkelijk te doen. Oh, drukte. Maar we gaan het zien. Ik weet niet waar die driftzone precies start. Ik had verwacht dat die hier al zou zijn. Maar nu... Ah, dit is hier recht voor ons. Ja, dit is tussen die canyons. Dit is wel een lastige route. Ik weet niet of ik hier heel blij mee ga zijn, maar oké. Okay. 1 ster, dat is het minimale. Dus dat moet wel gaan lukken. Ik weet niet eens voor hoeveel punten we daarvoor nodig hebben. Beetje jammer dat je dat nergens kan zien. Volgens mij moet je er dan gewoon op klikken via het menu. Maar dit is... Dit is een beetje een technische route. Kijk, deze auto is super snel. Deze bocht is veel te scherp voor deze driftauto waarschijnlijk. Wel 100.000 punten. Op T. Kunnen we nog even snel voor de 150? Come on! Ja! 142. Dat is sowieso 1 ster. Het is 3 sterren. Wauw. Ja, nogmaals, die driftzones zijn altijd vrij goed te doen. Ik denk wel dat we een tragere auto moeten pakken voor die route. Deze auto is te snel voor zo'n baan. Maar we gaan door naar die volgende. Want die krijgen we ook gewoon XP voor. Dus dat is wel nice. Dan kunnen we gelijk die races levelen. Of ja, dat team beter gezegd. Ah! Waarom moet je nou precies hier in mijn bocht zitten? Waarom? Ga weg! Hij heeft ook een driftauto, maar hij drift niet. Met zijn stang. Het zijn allemaal driftauto's nou. Oeh, kan ik deze in één keer nemen zo? Ah! Dat ging best lekker. Ik weet ook niet waarom ik hier aan het driften ben, want dit is niet eens de driftzone. We moeten eerst naar onze driftzone toe rijden. Maar dit is een goede oefening. Ja, dit is wel echt een hele vette baan zo. Dit zou ook wel een beetje het idee kunnen zijn voor die... Die volgende map, die Tokyo map. Dat je zo in die bergen... zou kunnen driften en dan naar beneden die hele stad zou zien. Dat is sick. Ik zal het oprecht zeggen. Als de volgende Horizon game niet in Japan is... Dan ben ik zo enorm teleurgesteld. Kijk, maar deze game vond ik het jammer.
Maar, weet je wat, ik stond open voor Mexico. Maar als de volgende niet in Japan is, dan ben ik zo sad. En we zijn in de driftzone. Wederom geen idee hoeveel punten we nodig hebben. Maar we gaan gewoon proberen voor de 200k. Dat zal wel voldoende moeten zijn. En ik merk ook dat wij compleet verkeerd rijden. We moeten juist de andere kant op. Want we driften nou omhoog. En... Ah! Dat was onderdeel van mijn plan. Prachtig. Maar nee. Als we dit opnieuw doen, van boven naar beneden, dan gaat het waarschijnlijk 100 keer beter. 132k. Ja, dit is natuurlijk helemaal niks. Ik draai gelijk om. Kijk hoe breed de weg is. Ik heb me niet verteld dat hij er niet langs kan met zijn Raptor. Come on, man. Oké. Okay. Probeer het van deze kant. Kijk of we nou 200.000 punten kunnen pakken. Ik denk dat het oprecht wel moeilijk moet zijn op deze baan. Vooral als we van deze kant afkomen. Dat had een stuk makkelijker gaan. Want je drift gewoon naar beneden. Dat is natuurlijk een stuk logischer dan naar boven. Maar we gaan het zien. Nou weet ik alleen niet meer hoeveel punten we net hadden. Hoeveel hadden we net eigenlijk? We zijn nu in ieder geval al op 70k. Dat is lekker. Ja, dit zou sowieso al mogelijk moeten zijn met 200. Ik weet niet of het ons nou gaat lukken, maar... ongetwijfeld dat het kan. Al moet ik zeggen dat ik nou wel ineens heel weinig punten krijg op het einde. Like, what? Het ging zo goed in het begin. 146. Het is in ieder geval nieuw personal best. Ik ben nog steeds overtuigd dat 200k daar wel moet lukken, maar... It is what it is. Oké. Okay. Wat gaan we nou nog doen om deze video af te sluiten? We gaan deelnemen aan deze race. En die hebben we eerder niet kunnen winnen. En die gaan we nou doen met die Quattro. Ik weet niet of dat verstandig is. Misschien dat ik eigenlijk ook eerst die banden nog moet aanpassen. En misschien zelfs die... die turbo lag. Maar ik wil die Quattro nog even een keer gebruiken. En dat event hebben we eerder niet kunnen winnen. Dus laten we nou nog een poging doen. En ik denk dat we in de volgende video nog even verder gaan met die street races. Want we moeten dan nog 2 races winnen. En dan kunnen we dat special event starten. En ik ben benieuwd wat dat event gaat zijn. Ik moet wel zeggen dat deze route zoveel beter werkt voor deze Supra. En die driftzones... Ah, nou mijn spoiler! Die driftzones zijn allemaal zo smal en klein. En deze auto is gewoon te snel voor die driftzones. Ik weet niet hoeveel pk dit ding heeft, maar dit ding heeft flink wat pit. En het ziet er best raar uit nou, deze auto zonder spoiler. Hey dan. Maar hier zijn we dan. Hoppatee. We gaan dus die rally doen en daarvoor pakken wij onze Audi. En ik ben er vrij zeker van dat het wel om gaat lukken. Al moet ik nog steeds wel bekennen, die banden, dat is waarschijnlijk een probleem. Ik ga niet liegen. Banden, dat moet er eigenlijk af. Ik vraag me af met welke auto we deze race eerder hebben gedaan. Want we hebben hem dus eerder gedaan. Hij was niet nieuw. Maar wat heb ik toen gebruikt? Want we hebben niet kunnen winnen. En in het begin gebruikten we volgens mij voornamelijk die Focus. En die Focus was nice, dus... Of we niet met die Focus hebben kunnen winnen, zou een beetje raar zijn. Maar... I don't know. Kijken of de Audi beter bevalt. En... Ik moet het bekennen, dit komt me wel bekend voor, dit stuk hier. Dan zijn we hier volgens mij vaker geweest met meerdere races. Dus het zou kunnen zijn dat het een andere race was. En hier hebben we onze eerste splitgate. Wat gaat die aangeven? Eerste tijd. Dan ligt het misschien toch aan Audi. Audi is gewoon zo goed, jongens. Nee, we moeten niks zeggen. We kunnen dit alsnog verliezen natuurlijk. Maar dit is een mooi begin, dus is nice. Hier is weer de volgende splitgate. Ik heb het idee dat we goed rijden. Yep. Als je... Ah! Oké, okay, die... Ik zat aan mijn tijden te kijken. Ik moet daar niet op letten, man. Dat is foute boel. Maar ja, we rijden dus nog steeds eerst, maar minimaal. Het kan goed zijn, doordat ik daar die slechte bocht nam, dat we nou alweer tweede rijden, dus... Moeten we toch mee oppassen. We zijn nou pas over de helft van de baan heen. Ik denk nou gek of lijkt deze baan best wel lang. En hier hebben we weer een splitgate. Het is nou... Oeh, kijk dat tijdsverschil. Oh no. Dat is niet mooi. Ah, shit. Ik denk als we hier andere banden hadden, dat ik die bocht oprecht vol gas kon nemen. Waar is die checkpoint? Ah, hier is die. Ik ben benieuwd. Ik denk dat we tweede staan.
En dat zou terecht zijn. Ja. Oh, anderhalf seconde, tweede. Ik krijg gewoon door. I don't care. Voor gas. Ja, misschien hebben we hier wel weer winst op kunnen pakken. Want deze auto heeft een flinke topsnelheid. Hard left. Vol op de rem. Mooi bochtje. Medium right. Oeh, dit is een lekkere bochtje zo. Zie je dit? Als een ballerina. Ik denk dat we alsnog gewonnen hebben. Er waren een paar hele mooie bochten daar. Eén ding dat wij een rond hebben. Dude, dat was een perfecte eindstage. Je kan zeggen wat je wil. Het scheelde ook niet veel qua tijd. We hebben gewonnen. Als het goed is, moeten we nou dus nog één street race winnen. Voor dat special event. Kan zijn dat het twee is hoor. We gaan even kijken. Maar dat gaan we dus niet nu meer doen. Maar dat is dan iets voor de volgende keer. Hey, hop. Nog één level en één race. Dat gaan we de volgende keer dus zien. Hebben we hier verder nog een prijs? Ja, dat is een scarf. Oké. Weet je wat? Ik open een super wheelspin. Want ik ben van mening dat ik dat heb verdiend van die race van net. Kijk, die race ging een beetje meh, maar dat einde was zo perfect. Ik verdien een supertje. En mijn headset is letterlijk leeg nou. Dus dat is ook een perfecte timing. Ik had bijna een speedtail. Ik ben blij met die 300k. Dat is fantastisch, maar die speedtail. Bijna. Anyways, vond je het een leuke video? Laat een likeje achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe.